gedeputeerde voor Financiën ben ik verantwoordelijk voor het budget van de provincie. Dat gaat op zo'n 350 miljoen euro. Dat is een heleboel gemeenschapsgeld. De komende jaren moeten wij flink bezuinigen als provincie. Maar daarnaast willen we ook een fors investeringsprogramma in gang zetten. Als provincie stoppen we veel geld in de jeugdzorg. Verder investeren we veel in werkgelegenheidsgroei en nieuwe banen. Denk bijvoorbeeld aan de Eemshaven. En we stoppen als provincie veel geld in het openbaar vervoer, onder meer in de aanleg van de nieuwe spoorlijn naar Veendam. Hier ben ik geboren. Dit is Onderdendam, mijn geboortedorp. Hier heb ik mijn jeugd doorgebracht, tot mijn 16e. Daar zat ik vroeger als kwajongen te vissen. Wat je in die jaren wel zag, was dat het dorp enorm vloederde. De winkels sloten, ook veel huizen raakten in verval. En het meest sprekende voorbeeld daarvan is wel de molen Hunsigo. Die werd in die jaren gebruikt als opslagplaats voor bouwmaterialen. En dat had, helemaal geen waarde en functie voor het dorp. In de afgelopen jaren is door initiatief vanuit de dorpsgemeenschap is die molen helemaal opgeknapt. De kap is er weer opgezet, de wieken zijn er weer aangezet. Je kunt er overnachten. Toeristen en recreanten die kunnen hier nu een kopje koffie drinken of een maaltijd genieten. En als provincie hebben we meegeholpen, hebben we gezocht naar Europese fondsen om dat mee te financieren. Het hele dorp leeft hier in Onderdendam. Dat vindt de provincie belangrijk. Vitale dorpen, vitale gemeenschappen. En dat is ook echt een kerntaak van de provincie om dat te stimuleren. Kijk, wat we willen als provincie is dat de kwaliteit en de prachtige dorpen dat die behouden blijven. Kijk, aan de andere kant willen we niet als provincie dat er een soort Anton Pieck-achtige omgeving ontstaat waar helemaal geen ruimte voor ontwikkeling is. Iedere Groninger moet hier zijn brood kunnen verdienen. Elke jongere verdient een toekomst in deze provincie. Dat betekent dus dat wij ook ruimte willen bieden voor bedrijvigheid, voor economische ontwikkeling. Maar dat moet je niet verspreid overal maar los over de hele provincie doen. Ik denk dat een heel goed voorbeeld is die windturbines. Die kun je als hagelslag over de hele provincie uitstrooien. Dat je overal de horizon en het landschap verpest. Of je kan ervoor kiezen dat je ze geconcentreerd op een twee of drietal plekken neerzet. Nou, dat is nou typisch een keuze die wij als provincie maken en waar ik als gedeputeerde ook van harte achter sta. Op die manier kun je de kwaliteit van de provincie behouden en tezelfde tijd toch je bijdrage leveren aan schone energie, hè, zonder dat je het landschap verpest. Als provincie vinden wij dat de industriële bedrijvigheid dat geconcentreerd moet worden op een beperkt aantal bedrijventerreinen. Dus niet de industrie verspreiden over de hele provincie. Maar zoals hier in Delfzijl, waar je 15% van de chemische industrie bij elkaar hebt. En in het Eemsmondgebied waar straks 1/3 van de Nederlandse energieproductie wordt opgewekt. Ja, als provincie geven we ontzettend veel geld uit aan economische ontwikkeling. Stimuleren van de werkgelegenheid. We hebben ook veel geld aan uitgeven. Dat is aan leefbaarheid. Denk dan bijvoorbeeld ook aan jeugdzorg. En jongeren die hebben recht op een goede toekomst. En jongeren die hulp nodig hebben, die moeten gewoon worden geholpen. En als derde waar we veel geld in stoppen, dat is mobiliteit. En niet alleen wegen, maar ook openbaar vervoer. Zodat mensen van en naar hun werk kunnen komen en dat kinderen van en naar school kunnen komen. Ja, als gedeputeerde kun je wel het verschil maken. Er wordt enorm veel gekankerd op de politiek. Dan kun je aan de zijlijn blijven staan, maar je kan er ook actief in worden. En proberen hier voor Groningen echt een verschil te maken.